Welkom op het kanaal van Happy Healthy. Leuk dat je kijkt. Vandaag vertel ik je alles wat je moet weten over het supplement creatine. Nou, allereerst, wat is creatine? Creatine is een stof die van nature voorkomt in onze spiercellen. En het ondersteunt de spieren in het aanmaken van meer energie tijdens zware training. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over zwaar gewicht heffen of high intensity training, dus hoge intensiteit trainingen. Creatine halen we voor ongeveer de helft uit onze voeding. En dat halen we dan voornamelijk uit rood vlees en zeevruchten. En de andere 50% wordt aangemaakt in onze lever en nieren. En dit wordt gemaakt vanuit aminozuren. Creatine wordt veel gebruikt door atleten en andere fanatieke sporters. En de reden daarvoor is omdat het onder andere de prestatie zou verbeteren, de hoeveelheid spiermassa zou toenemen en ook de kracht zou toenemen van deze atleten. Nou, waardoor komt dit nou? Ik heb het al even benoemd. Dit heeft te maken met de energieaanmaak in je spieren. Het is een heel ingewikkeld chemisch proces waar ik in deze video niet heel uitgebreid op in zal gaan. Maar creatine in de spieren zorgt ervoor dat er meer energie aangemaakt kan worden. Nou, die energie in de spieren, dat noemen we ook wel ATP. En die ATP in de spieren geeft ons gemiddeld gezien, laten we zeggen, zo'n 10 seconden per keer om ons optimale kracht of snelheid te geven. Op het moment dat jij veel creatine in je spieren hebt, of je gebruikt dus bijvoorbeeld een creatine supplement, dan kan dat ervoor zorgen dat we nog net een paar seconden langer door kunnen gaan. Hierdoor kunnen we dus zwaarder en beter trainen, wat uiteindelijk de sportprestatie verbetert, onze kracht verbetert en ook onze spiermassa doet toenemen. Daarnaast blijkt ook uit onderzoeken dat als het gaat om de toename van spiermassa, dat er nog meer mechanieken zijn waar creatine invloed op heeft die ervoor zorgen dat de spiermassa kan toenemen. Wat ook interessant is, is dat er onderzoeken zijn die erop wijzen dat het een behulpzaam supplement voor vegetariërs kan zijn, omdat zij over het algemeen misschien te weinig creatine binnenkrijgen in hun natuurlijke dieet. Zoals ik al zei, het zit vooral in zeevruchten en in rood vlees. Nou, vegetariërs en ook veganisten eten dit niet en dus kan het bij hun behulpzaam zijn. En wat er onder andere gezien wordt, was dat er een verbeterde breinfunctie was. Dus dat bijvoorbeeld het geheugen beter zou werken bij het innemen van een creatinesupplement. De meest onderzochte vorm van creatine, het meest onderzochte vorm van een supplement, is creatine monohydraat. Er zijn veel andere vormen van creatine op de markt. Daar wordt dan vervolgens van beweerd dat dat een betere vorm zou zijn. Maar als we kijken naar het onderzoek wat er nu ligt, is daar niet heel erg goed bewijs voor dat een andere vorm beter zou zijn dan creatine monohydraat. En creatine monohydraat is het meeste onderzoek naar gedaan. Dus zou mijn voorkeur uitgaan naar de creatine monohydraat variant. Nou, uit dit onderzoek blijkt ook dat het een behoorlijk veilig supplement is. Er zijn flink wat claims te lezen op het internet over eventuele risico's en die zal ik ook in deze video even benoemen en weerleggen of juist niet. Nou, de meest belangrijke is dat het schadelijk zou zijn voor lever en nieren. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je de aanbevolen hoeveelheid aanhoudt, hier kom ik later op de video nog op terug, dat er in principe geen schade aan lever en nieren is. Wel wordt daarbij als kanttekening gezet dat als je al vooraf bestaande problemen met de lever en nieren hebt, dat het dan misschien af te raden is en dat je het altijd moet overleggen met jouw arts voordat je aan een creatinesupplement begint. Het zou namelijk kunnen betekenen dat jouw lever of nieren misschien creatine minder goed af kunnen breken of iets dergelijks en dat er dan schade kan plaatsvinden. Maar heb je geen vooraf bestaande problemen met je lever en nieren, dan zou er ook geen schade op moeten treden bij een normaal gebruik van creatinesupplementen. Er wordt ook gezegd dat het gebruik van creatine ervoor kan zorgen dat je haarverlies hebt. Nou, er wordt inderdaad gezien dat er een bepaald hormoon extra wordt aangemaakt, het DHT-hormoon, wat kan zorgen voor haarverlies. Maar als er vervolgens gekeken wordt naar het gebruik van een creatinesupplement en haarverlies, wordt daar nog niet echt een link gezien. Dus dit valt nog niet compleet te ontkennen, maar er is ook geen hard bewijs voor het feit dat een creatinesupplement zou zorgen voor haarverlies. Nou, wat wel een veel voorkomende bijwerking van het gebruik van creatine is, is een toename in gewicht. En dit komt doordat je meer vocht gaat vasthouden. Dus creatine zorgt er niet per se voor dat je meer aankomt in vet.
Het kan er natuurlijk wel voor zorgen dat als je er flink bij traint, dat je aankomt in spiermassa. Maar dat ga ik dan vanuit is ook een doel. Maar je komt ook wat meer vocht aan, dus je houdt wat meer vocht vast. En gemiddeld gezien is dit vaak tussen de 0,5 kilo en zo'n 2 kilo. En dit is verder geen schadelijk effect, maar wel iets om rekening mee te houden. Nou, twee andere effecten die ik nog even wil benoemen is dat hoewel het geen echt schadelijke effecten heeft en ook niet op de lange termijn, kan het wel op de korte termijn voor wat maag-darmklachten zorgen. En daarnaast bestaat er het risico dat het innemen van een hoge dosis creatine ervoor kan zorgen dat jouw eigen aanmaak geremd wordt. Hier is nog meer onderzoek naar nodig, dus ik kan hier nu niet een heel goed advies over geven, maar het is wel iets om in gedachten te houden. Nou, als het dan gaat om de hoeveelheid inname van creatine, dan zijn er twee methodes. Je hebt de snelle methode en de langzame methode. Bij de snelle methode neem je verspreid over 5 tot 7 dagen zo'n 25 tot 30 gram creatine verspreid over de dag, dus per dag die hoeveelheid verspreid over de dag. En bij de langzame methode neem je gedurende een periode van 28 dagen zo'n 3 gram creatine per dag. En als je dit hebt gedaan, of het nou de snelle of de langzame methode is, zouden jouw creatineopslag in jouw spieren op zijn volledigheid moeten zijn. Dus als je het als een vaatje ziet, heb je bijvoorbeeld aan het eind van die 28 dagen dat vaatje helemaal gevuld. En dan heeft het ook geen zin om nog extra veel creatine erbij te gooien, want het vaatje zit al vol. Maar om dan vervolgens dat vaatje vol te houden, want je gebruikt die creatine natuurlijk weer op als je gaat sporten, wordt aangeraden om nadat je die 28 dagen of die 5 tot 7 dagen hebt gehad, om daarna een onderhoudsdosis van 3 tot 5 gram per dag aan te houden. Meer dan dit is absoluut niet nodig. Daarnaast wordt uit onderzoek gezien dat het behulpzaam kan zijn om zo'n 75 à 100 gram koolhydraten te consumeren bij dat creatinesupplement, omdat dit de opname zou verbeteren. Mocht je besluiten een tijdje te stoppen met een creatinesupplement, dan duurt het vaak zo'n 4 tot 5 weken tot die creatineopslag in je spieren weer terug is bij waar het ooit begon. Nou, dit is eigenlijk alles wat je moet weten over creatine. Is het iets wat je per se nodig hebt? Nee. Maar zeker voor mensen die intensief sporten kan het een heel interessant supplement zijn. En ik hoop dat ik je zo voldoende informatie heb kunnen geven om jou een geïnformeerde beslissing te laten nemen over het eventueel gebruiken van een creatinesupplement. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg! Vond je dit een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog en klik hier om je te abonneren op ons kanaal. Kijk op happyhealthy.nl voor meer informatie en daar vind je ook onze afslankreceptenbijbel. Ons kookboek met meer dan 100 gezonde recepten om mee af te slanken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!